Na een lange intensieve jacht is in de Colombiaanse stad Medellin Said R. aangehouden door de Colombiaanse politie in samenwerking met de landelijke eenheid, de FBI en de DEA. De aanhouding is tot stand gekomen door vasthoudendheid van diverse politiediensten en onder andere door internationale informatieuitwisseling hebben we tot dit succes kunnen komen, namelijk deze aanhouding van Said R. Ja, dit was een jarenlange intensieve internationale manhunt waarbij de landelijke eenheid met al haar diensten participeerde, maar ook de regionale eenheden, met name Midden-Nederland en ook Amsterdam. En niet alleen nationaal, maar ook internationaal met onze partners. We hebben met z'n allen gewoon de handen in elkaar geslagen om te zeggen, oké, deze kopstuk, deze man, Said R, die willen wij nu gaan vangen en dat is gelukt. Het stopt hier niet. We zijn uiteraard blij dat ook Said R nu is aangehouden. Maar het gaat niet om de personen, het gaat om het ontmantelen van de criminele organisaties. Dus ze zullen altijd doorgaan, de landelijke eenheid, in samenwerking met haar partners en ook internationaal om het hele netwerk te ontmantelen.